Ik heb de kerstverlichting even aangedaan, want Willy is weer in huis. Hé, hey, schat. Sinterklaas. Sinterklaas. Ja. Alleen kan dat. Ja. Als je baan aangehaald wordt, hè? Ja. Dat is juist leuk, hè? Aanhalen is leuk, hè? Ja. Ja. Ja, nou ja, ik had er wel bij gekund, maar ik was zo moe en dan kan je ook niet slapen. Oh, wat is dat erg. Moe zijn en niet kunnen slapen. Denk even, je steurt mij, manneke. Kom eens hier. 1, 2. Kijk, zeg me dag allemaal. Hé? Ja. Hé, hey Elwing. Ja, we moeten er nog uit, hè? Ja, maar het is bagger weer, hè? Ja. En gisteren is zo knap, hè? Hadden we veel blauwe lucht. Hé! Daar hebben we er nog één en die is niet helemaal in orde. En daar hebben we Kandalf. Ja, die is niet echt helemaal happy. Hé? Die is niet helemaal happy. Nee. Maar oké. Ik heb de kerstverlichting even aangedaan, want Willy is weer in huis. Hé, hey, schat. Sinterklaas. Sinterklaas. Ja. Alleen kan dat. Ja. Als je baan aangehaald wordt, hè? Ja. Dat is juist leuk, hè? Aanhalen is leuk, hè? Ja. Ja. Hij weet het wel. Ja. Hou jij weer even op? Moet je niet doen, daar word je lelijk van. Ja, en dat weet je wel. Ja. Vrouwtje gaat er ook zo verder even op knappen. Ja, even een beetje plamuur op mijn gezicht smeren. Oh, dan moet altijd mijn masker. Ja, dat kan ook. Nou ja, het is wat anders. Ik gebruik geen cremmetjes, geen salfjes, niks. Ja, een dagcrème doe ik onder mijn make-up, hè? Nee. Doe ik ook. Dat is, nee. Fit terug. Zoals ze doen op televisie. Weet je wat goed is? Gewoon koud water. Wordt altijd gedaan. Ja, altijd koud water. Koud water. En dat is niks. En geen cremmetje. Jawel, een dagcrème voor je make-up, hè? Onder je make-up. Doe ik nooit. Ja, wel wanneer ik keurig netjes weg moet, zoals afgelopen zaterdag. En dan kom je daar, zitten de mensen zelf nog niet keurig netjes. Ik denk, oké, maakt niet uit. Maar oké, ja, lieve vrienden, ik zit maar heen en weer te kletsen. Billy is dus in huis en dat wil dus zeggen, het is vandaag maandag. Ja, de hoeveelste? De 13e alweer, een ongeluksgetal. Ja. Ongeluksgetal, ja, inderdaad, jullie weten dat het vannacht ultralaat is geworden. En vanochtend begon meneer, mijn lieftallige buurman weer te boren, daar was ik niet blij mee, want ik had een hoofd, nou, dat was zo. Dat is gelukkig wel over, maar ik heb nog wel ontiegelijke rugpijn. Mijn knieën die vallen wel weer mee, want ik had ook kniepijn, maar ik heb mezelf weer vannacht nog opgesmeerd. En dat heeft gewerkt. Nou ja, maar je rug insmeren gaat nogal moeilijk. Moet je iets nemen waar je bij kan? Ja, nou ja, ik had er wel bij gekund, maar ik was ook zo moe. En dan kan je ook niet slapen. Oh, wat is dat erg. Moe zijn en niet kunnen slapen. Denk even, je steurt mij, manneke. Kom eens hier. 1, 2. Kijk, zeg me dag allemaal. Hé? Ja. Dus ja, dat dus. We leven om alweer reed 13:30. Ja, ik zei al, het is de 13e maandag van de 11e. Ja, we zitten nog steeds in november. En ja, op naar de 22e. We zien wel wat er gaat worden. Ja, de 22e. Stemmen. Maar ze al gaan stemmen en allemaal op één partij.
En niet, hoe heet die een met die twee V's? Ik las vannacht bij TikTok ergens dat ze moesten gaan stemmen, iets met, ja, een PVV of zoiets. P van de A. Nee, er zijn twee V's naast elkaar, maar een letter ervoor. PVV. PVV. Nou, PVV of Vorm van Democratie? Juist, Vorm van de FVD zeg ik dan. Ja, ja. Vorm van Democratie. Ja, daar moeten ze op gaan stemmen en niet op PVV. Ah, ze hadden het over Geert Wilders. Nou, nee, Geert Wilders is ook niet zo goed. Een vuile viezerik. Hou hem in de gaten. Ik weet wat hij gedaan heeft in het verleden en dat zullen ze nog wel doen. Want waar zijn de kinderen? Hun weten het zogenaamd niet, maar ze weten des te meer. Maar oké, daar hebben we het nou niet over. We houden het leuk en gezellig, want ik ben blij. Mijn kerstboom die staat er eindelijk. En mijn pauw die zit er weer in, hè, die ik van mijn man heb gehad. Ja, hij zit er weer in. Echt waar. Nou, twee pauwen. Eentje op de stal en eentje daar. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van je dag. Hier is het snert weer. Bagger weer. Wat zeg jij? Hoe noem jij dit weer? Kut weer. Ah, ze zegt. Ah. Oei, 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 ik hou dan op beschaafd. Met snert weer of bagger weer. Jij zegt een heel ander woord. Ah, ah. Ah, ah. Klompen uittrekken. Klompen uittrekken, ja. Dat zei mijn vader vroeger altijd. Dus ja, het is hier niet zo fijn. Maar ik zie het wel weer dat het wat licht gaat worden. Dus ja. Helemaal blij mee. Ze zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, natuurlijk is al lang al Willy weer weg. Ik ben jullie gewoon vergeten bij te pakken. En ja, hoe komt dat? De camera die staat achter mijn scherm en dan zie ik hem niet. Ik moet dat ding altijd zien, hè. Ja, normaal heb ik hem op de salontafel, maar mijn salontafel is ook mooi, hoor. Ja, is ook netjes. Helemaal in de kerstsfeer, ja. Ik mis enkel nog iets en dat behoorde bij de televisie bij die zwaantjes te staan. En ja. Ja, daar staan zwaantjes op. Ik zal even inzoomen. Een roze, tenminste ja, roze. Het is roze, ja. En een witte. Met een kroontje allebei erop. Lief toch. Ja, vind ik wel. Nou ja. En dat is nog nostalgie. Dat is al heel oud. Dat is een kaars, dat gebouwtje. Ja, dat, daar kan weer een lichtje in. Ja, maar ik heb meer oude spullen, hoor. Ja. Nou ja, en ik ben ook blij dat mijn boom klaar is. Ja, ik heb hem enkel nou nog niet aan, want zover is het nog niet. Die heb ik wel aan. En die heb ik aan. Die kan ik nou ook met een afstandsbediening aandoen. Alles kan ik nou met een afstandsbediening aandoen. Dus ja, behalve daar op de kast. Dat moet nog met een AB'tje. Ja, maar ik denk dat komt morgen of zo wel. Ik heb vandaag gewoon een pauzedag ingelost op dat na. Dus daar zou ik nou net mee gaan beginnen om mijn vlog in elkaar te zetten. Want anders hebben we morgen niks. Nee, en dat moet toch wel. Dus ja, dan gaan we weer lekker mee verder. En 6:15, 6:30 is weer de hoogste tijd om de meisjes uit te gaan laten. 6:30 zoiets. En dan, ja, dan moet ik weer verder. En ik wil ook natuurlijk uiteraard goede tijden, slechte tijden gaan kijken. Dus ja. Komt helemaal goed en ik moet zelf nog eten vanzelf. Komt helemaal goed. Ik ga nou eerst een bak koffie maken. En dan ga ik verder. En als mijn koffie op is, doe ik de meisjes. Dus ik wens jullie allemaal een smakelijk eten. Bon appétit. Want het is nu rondom etenstijd. Het is 17:53. Dus ja, smakelijk eten. Bon appétit. En een hele fijne liefdevolle avond gewenst. En tot later. Doei. Ja, daar zitten mijn meisjes parmantig, hè. Oh. Ik
had ook vanavond al een paar foto's even genomen, want toen zaten ze zo lief bij elkaar. Tenminste, de ene lag en de andere die zat. En daarna ging ze lachen eerst, heel stijf tegen de hals van Elwing aan. Daarna ging ze zitten en toen ging ze daarna weer liggen. Nou, dat is zo lief, zo aandoenlijk. Ja, mijn mooie meisjes. Hier, jullie zijn mijn mooie meisjes. Ja, echt wel. Ja, en het stormt als een raket hier. Maar dat maakt allemaal niet uit. Wat wel uitmaakt, is dat het alweer reeds 6:06 is. En dat ik zo meteen naar mijn beetje Vera Lakenstraat toe ga. Ja, dan met je kussensloop. En dan gaan we proberen lekker te slapen. Want ik ben best wel moe. Ik heb vandaag verder ook niks gedaan. De eten was nog één rotzooi. De keuken, die afwas staat er nog steeds. Het boeit mijn momenteel even niet. Even een paar dagen time-out. Ik moet morgen wel boodschappen doen. Dat is een verplichting. Want ik heb nog maar één pakje vleeswaar in de koelkast leggen. En ik heb geen kaas meer. Dus ja, dat moet wel weer even komen. En dan komt het allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, wel trusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ik zeg altijd, ja, God die houdt over ons gewoon allemaal de wacht. En daarom zeg ik dan pas tot aan de andere kant van de nacht. Doei!